Welkom beste sportliefhebbers. Welkom op onze eerste persconferentie, Face Off. In functie van ons groot event Gala dat we gaan organiseren op 25 september in Sportarena Tolhuis. 20 toppartijen, knokpartijen. Met allemaal topvechters die hun skills en hun moves gaan laten zien. In functie van de Big Fight Belgium gaan we straks alle vechters uitnodigen voor een interview en om een face-off te doen met hun tegenstander. Ik stel u graag voor aan de bezieler van dit project en concept, de man zonder wie dit niet mogelijk was geweest, mijn goede vriend Tamerlan Tantayev. Hallo iedereen, mijn naam is Tamerlan. Ik ben organisator van deze event van TT Team. Dat is onze eerste event en eerste persconferentie hier in België. Dus ik denk dat het een tijd is om onze vechters uit te roepen. Om onze vechters, de eerste vechters, naar voren te roepen. Ja. Daarom roep ik ook naar voren Adam Zerri van Fight Club Ronsen. Welkom. En zijn tegenstander van United Fighters Gent is Jamil Dalouzai. Dat is ons test, hè. Heeft dat goed, hè. Alles goed? Ja, alhamdulillah. En hoe voel je je? Ja, nerveus en zo. Het is de eerste keer daar. Zeker de eerste keer. Ja, we hebben wat vragen voor jullie. Misschien gaan we beginnen met de tegenstand, gaan we beleefd zijn. Hè? Gaan we eerst de bezoeker zijn woord laten doen. Adam, vertel eens wat meer over jezelf, van welke club je komt. Ja, ik ben Adam Zerri. Ik kom van de club Fight Club 69. Ik train al een paar jaren kickbox. Maar de laatste jaren wil ik echt ook competitie beginnen. Deze event heb ik gewoon gevonden en ik dacht, ik ga een keer proberen. Is dat je eerste? Dat is mijn eerste event, inderdaad. Dat is je eerste event? Eerste keer dat ik ga vechten. Oké. Goed. En wat voel je? Ja, ik denk wel dat ik genoeg voorbereid ben. Want zo'n manier dat we gaan prestaties doen, onze vechters, België heb ik nog nooit gezien, hè. Dat is de eerste keer. Daarom vraag ik, wat voel je? Ik heb de vraag. Ik bedoel, wat voel je binnen als je zo in persconferentie zit? In het begin dacht ik echt, ik was echt in shock toen ik hoorde dat er echt een persconferentie was. Omdat natuurlijk, we zijn maar amateurs, mijn eerste gevecht. Maar ik voelde me echt alsof ik een professionele was of zo. Ik had echt het gevoel dat er voor mij werd gezorgd en zo. Dus ik vond dat echt wel zeer leuk. Want daarom TT Team geeft de kans, de mensen dat dat beginnen, de nieuwelingen, dat dat niet moet je echt een puur professioneel zijn. Mm-hmm. Dat kunnen ook vanaf het begin tonen wie ben je. En dan mensen kunnen ook je volgen, kennen je. Dat is plezant. Ja. Dat is de bedoeling van het concept uiteindelijk. Hè, zodat beginnende vechters bekend worden, hè, en op korte termijn kunnen doorgroeien. Hè. Maar dat ligt wel aan jullie dan. Maar je gaat moeten laten zien dat je kan vechten natuurlijk. Ja. Jamil, een vraagje voor jou. Wat is jouw doel? Wat wil je uiteindelijk bereiken met deze sport? Ik wil echt verder gaan met deze sport, beroemd worden en later veel gevechten doen. Dat is mijn eerste gevecht en ik ben er klaar voor. Ja. Ik denk dat de promotor ook graag zou horen dat je zo'n goede vechter zou willen zijn, zodat hij jullie zou kunnen sponsoren. Dat je bij TT Team in de sponsoring zou kunnen halen. Deze maar is selectiewedstrijden. Hè? Ja. Dus als jullie elke vechter krijgt twee keer kans. Dus stel maar voor, jullie eerste partij verloren en andere gewonnen, maar wel op punten. Dat beslissen onze bekijkers. Ofwel blijven jullie bij TT Team, gaan jullie door naar een grote toernooi. Waar daar kunnen ook mooie prijzen winnen. Of dat stoppen jullie na één partij als jullie verloren. Dat is te zien hoe verder jullie en hoe hard jullie willen
bij ons team zijn, bij TT. Of hoe spectaculair dat je vecht natuurlijk. Hè. Als je spectaculaire vechter bent met spectaculaire moves en je geeft een KO, of je geeft iemand 8 tellen en je verliest toch, de toeschouwers gaan jullie kunnen er terug instemmen. Dat is een beetje de bedoeling van het concept ook. Klopt. Ja, goed. Adam, welk soort vechter ben je? Hoe sta jij in de ring? Wat zijn je speciale moves? Als ik spar of zo, zegt mijn coach altijd dat ik een intelligente vechter ben. Ja. Dat ik goed gebruik maak van de ring. Dat ik ben echt een student van het vechtsport, kickbox, Engelse box. En niet enkel kickbox, dat is het juist. Ik beperk me niet enkel tot kickbox. Ik kijk ook... Wat doe je nog misschien? Nee, ik niet van beoefenen. Okay. Ik kijk ook en ik bestudeer, ik kijk documentaires van Engelse boxers. Ja. Ik kijk gevechten van MMA, ook al doe ik dat allemaal niet. Het is gewoon, ik ben daar echt zeer erg geïnteresseerd in. Waardoor dat ik echt wel een soort van... ook al heb ik nooit gevochten, ik heb echt wel het gevoel dat ik al een paar partijen heb gedaan. Oké. Jamil, bij jou? Wat... Ik ben een kickboxer. Ja, ik doe al bijna 2 jaar. En, Wat denk jij dat je aan het publiek gaat kunnen brengen met jouw stijl? Buiten je looks, ga je ook iets anders in de ring kunnen brengen? Heb je speciale moves of... Je hebt mooie kansen om tegen je tegenstander... We gaan op 25 september dan zien, Op 25 september. Oké, goed. Misschien nog een vraag voor jullie bij. Wie is uw grote voorbeeld in het kickboksen? In het kickboks? Ja. Rico Verhoeven. Rico Verhoeven? Ja. Ik hoop van hem en dat is mijn favoriet. Rico? Ja. Dat is de grote vijand van... Ja, een andere vechter. Van Ballen. Een andere vechter ook, Canelo. Die Engels bokser? Ja. Die Canelo, ja. Dan Ier. Ja. Ja. Bij jou? Bij mij is het Israel Adesanya, MMA vechter, maar hij heeft ook... heel lang gekickbokst. Ja. En dat is echt mijn grote voorbeeld. Okay. Ik probeer hem na te doen en zo. Het lukt niet altijd, maar ik probeer hem wel. Dat is inderdaad al veel waard. Misschien nog een leuke vraag. Hebben jullie een grote achterban? Brengen veel supporters mee de 25e? Die jullie gaan komen aanmoedigen? Well, ik heb wel een grote familie. Dus natuurlijk gaan er wel veel mensen van mijn familie meekomen. Ja. Mijn neven. Ja. En ik denk echt wel dat... Dat er veel ambiance gaat zijn. Ja, ook al is het eerste gevecht, dat er toch wel een paar mensen gaan meekomen. Dat zijn sowieso. En ook, ik heb tegen mijn klas ook gezegd, een paar mensen ook vandaar komen. Ja. En zeker mensen van UFG gaan sowieso komen. Ja. Goed jongens. Is er nog iets wat jullie eerst tegen elkaar willen zeggen, tegenstanders, voor we de face-off doen? Of, is jullie de eerste keer nu? Dat is de eerste keer dat ik hem zie. Is dat toch leuk zo? Je kunt hem al dan een keer zo inschatten, een beetje kijken. Hij is ietsje langer dan mij, snap je? Maar dat komt gewoon allemaal weer te boven. Nee, tuurlijk niet. Dat niet. Hier mogen wel vrienden, hè, maar in de ring moeten... In de ring, geen vrienden. In de ring strijden, tuurlijk. Iemand moet winnen. Maar ja, altijd denken voor toekomst ook. Hè. Ja. Is het een time voor face-to-face dan? Face. Alright. Damn, bro. Ik zie dat, hè. Shit. Ik ga dat niet verwachten, hè. Oké, misschien een stapje achteruit, een bokshouding. Dat mag ook eens. Naar de foto's. Naar de camera. Ja, naar de camera. Die twee mannen gaan ruïne doen daar. Oké, okay. Is goed. Ja. Top jongens. Bedankt. Top, man. Goed gedaan. Oké, na deze eerste phase of een interview gaan we verder met de volgende vechters. En ik roep bij ons van Black Panthers, Bram van Overloop. Dag Bram. Zet je maar in zitten, Bram. En voor United Fighters Gent, Ahmed Sherzai. Geen handje geven, dat betekent dat... Nee, tuurlijk. Vuur zijn, of niet? Goed. Ja, met ik zie direct, die jongen is 2 koppen groter als jou. Hoe ga je dat aanpakken? Tuurlijk, geen probleem. We zien wel in de fight wat er gaat gebeuren.
Okay. Ja, dus het heeft niks te maken met lengte of iets. Het is talent, we zien wat gebeurt. We zien wat gebeurt. Oké. Okay. Bram, is het voor jou het eerste gevecht? Ja, klopt. Oké. Okay. Hoe ga je dat aanpakken? Oh, ik heb elke dag hard getraind ondertussen, veel gespaard, elke dag mee bezig geweest met sport. Ervoor gezorgd dat ik iets of wat klaar was toch? Allee, wat je klaar kunt noemen natuurlijk. Ja. En hopelijk, ja, zoals mijn tegenstander zegt, we zullen zien wat er gebeurt. Ja. En hoe lang doe je al? Nu mijn tweede jaar. Dat is tweede jaar? Ja. En dat is eerste partij? Eerste partij, klopt. Oké. Okay. Coach Roeselaan, wat denk je van zijn lengte? Gaat dat voor problemen zorgen of... Ik denk als ze zwakke been heeft, dan niet probleem. Dan niet het probleem. Ja. Want wat is de bedoeling? Dat die meer werkt op... low kicks. Oké. Dichterbij werken. Ik heb een vraag aan allebei. Hebben jullie een gameplan of zoiets? Jullie hebben gedacht, wat gaan jullie doen? Ja, maar dat gaan we allemaal geheim houden. Ah, dat ga je geheim houden? Ja. Oké. Okay. Dus dat was in 25 september. Ja, dus alles op 25 september? Alles, ja. En, Ja, sowieso. We zullen inderdaad 25 september zien wat er van komt. Oké. Goed. Jullie weten ook dat er nog verschillende galas op komst zijn. Hè? Verschillende events. Hè? Het doel zou moeten zijn om zo rap mogelijk naar C-klasse te gaan, zie ik dan. Hè? Want dat zijn toch de vechters die we het meeste gaan willen plaatsen. Hè? Ja, klopt. Inderdaad. Dat is zeker ook de bedoeling van nu mijn eerste partij, om zo snel mogelijk op elkaar volgende nog partijen mee te kunnen nemen in N-klasse, zodat ik me kan plaatsen voor C-klasse. Hopelijk na 3 gewonnen partijen en niet na 6. Ja. Dat is mooi, hè? Na 3 gewonnen. En zijn direct dan een plan gemaakt. Heb jij ook zo'n plan? Natuurlijk. Niemand wil verliezen. Iedereen wil winst hebben. Ja. Maar we gaan zien wat gebeurt. Oké. Okay. Ja. En stel maar voor, je eerste partij, jij verliest. Ga je tweede kans gebruiken? Tuurlijk, waarom niet? Ik kan niet mijn hoop laten voor de eerste partij. Ik heb zoveel moeite gedaan. Alles kan gebeuren. Je weet niet op voorhand wat gebeurt, dus ja. Maar dan moet je dan in tweede partij echt knallen, hè? Want, tuurlijk. Ik zal mijn best doen. Want als je bijvoorbeeld je wint, je verliest eerste en dan je wint, dan... Dat is te zien, bekijkers, als die wil, als die geeft dat toestemming, dat ja, oké, okay, we vinden een boe, hij vecht goed, bijvoorbeeld je maakt dat KO of zoiets, dan heb je een kans om door te gaan. Hè, door. Ja, zo is het. Ja. Dus winst en verlies liggen soms dicht bij elkaar. Het is vooral de manier waarop jullie gaan vechten en knokken, dat jullie toeschouwers gaan winnen, supporters gaan winnen. En ja, inderdaad. En vooral ervaring opdoen. Dat is waar. En wat denkt u over de persconferentie van ons? Ja, ik vind zeker voor de eerste partij, ik heb mij niet aan dit verwacht. Het is heel professioneel, maar ik ben blij dat ik hier ben en ik ben blij dat ik hier mag zijn. We zijn blij dat jullie zijn allemaal. Ja, mijzelf zijn. Ook de eerste keer bij een persconferentie. Ja. Wat denken jullie? Gaan meer supporters van jullie komen? Tuurlijk. Er zullen weer mensen aanwezig zijn, denk ik. Het dak moet eraf, zegt. Maar op een goede manier, hè? Het dak moet eraf, inderdaad. Goed zo. Ja. En wat is jullie voorspelling voor de fight? Ja, je kunt natuurlijk nooit voorspellen wat er gebeurt, want ik heb al heel lelijke partijen gezien dat mensen het niet KO gaan en zo. Dus ik ga daar niet te veel over zeggen. Ik ga hier ook niet zeggen, ja, ik ben de beste, ik ga sowieso winnen, want we zullen natuurlijk zien wie de beste is. En ja, ik ga je natuurlijk nu al veel succes wensen. Ik Dank hoop wel, dat voor je goed gaat. Eigenlijk zouden we liever horen dat je zegt van ik sla hem in de tweede ronde KO met een, leverslag. En dat we hebben iets voor naar uit te kijken voor die partij natuurlijk. Ja, maar ik moet wel zeggen, ik heb echt elke dag hard getraind. Ik heb doorgezet. Mijn trainer hier die heeft er ook altijd voor gezorgd dat ik iets of wat klaar was. Elke dag gewerkt, elke dag gelopen, op mijn voeding gelet. Ik ben niks anders bezig geweest dan sport, zeg maar. Dus, Maar ik denk dat deze sport dat ook wel vereist, hè, om zo te leven als sportman. Hè. Je kunt niet de ene dag in de discotheek zitten of op café zitten, sigaretjes roken en zo van die dingen. En dan de andere dag gaan vechten. Hè. Mooi zo. Leef jij er ook zo voor? Tuurlijk. Ik zal niet groot praten, maar we zullen dat wel later wel zien hoe het gaat voorgaan. Oké, man. Wat doe je van vrije tijd? Vrije tijd. Maar meestal probeer ik mijn vrije tijd te steken in sport. En sport. Dat is het antwoord dat we willen horen. Ja, dat is waar. Ik train ook al 2 jaar normaal bij het trainer Rusland, BUV. Maar het laatste jaar, ik had veel pauze genomen door corona en zo. Ja. Maar ik ben al 3-4 maanden terug begonnen met mijn training. Maar ik heb veel moeite gedaan. En dat is ook je eerste partij? Eerste partij, ja.
Oké. Dan is het nu tijd voor de face-off, ja, denk ik. Face-to-face? Yes. Klaar? Ja. Amai. Dat is wel een groot verschil, hè? Oké. Oké, dan gaan we nu verder met twee jongens in de gewichtsklasse van 75 kilogram. En ik verwacht veel van deze partij. Het zijn jongens die alle twee al een paar nieuwelingenpartijen achter de rug hebben en die op weg zijn naar de C-klasse. Ja, het zijn ook twee stevige gasten. Hè? En ik nodig uit naar voor Robbe de Munk. Robbe. Robbe de Munk van Boxingclub Menen. En dan van United Fighters Gent, thuiswedstrijd voor Yesir Brejai. Yesir. Goed jongens, zoals ik net zelf al zei, 75 kilogram, dat is al een lekker gewichtje. Hè? Jullie hebben allebei al een paar partijen achter de rug. Wat verwachten jullie nu? Voor mij is het nou mijn eerste partij. Het is jouw eerste partij. Ja, sowieso alles zien. Oké. Okay. Sowieso een mooie partij worden. Goed. Ja. En hoe lang doe je al kickboxing? 2 jaar of zo, met corona en de vriend. Twee jaar. Dus de met corona staan 2 jaar? Ja, 2 jaar, zoiets. En doe je nu eerst de eerste vechtpartij? Ja. Dat is rap. Goed. Ja, ik had me dan even vergist. Yesir heeft al 2 partijtjes gedraaid, hè? Maar dat is ook al even geleden, Yesir. Ja, ja, 3 jaar geleden, denk ik. Tuurlijk, ja. Dat is voor wanneer was het? Voor corona, dacht ik. Of daarna. Ik weet niet, 2 jaar geleden, hè? Ja. Zoiets, ja, ja. Heb ik mijn laatste partij gedraaid. En ja. Is dat gewonnen of verloren? Dat is verloren op punten. Verloren op punten. En ik vond dat een beetje jammer, want dat was ook mijn eerste verlies dat ik had. En, ik hoop dat ik niet meer ga verliezen en dat ik alles ga geven natuurlijk. En nu, ja. Wat is het verschil tussen winst en verlies, Yesir? Wat denk je? Winst en verlies. Winst is jammer, snap je? Winst is top, want je krijgt dan vele felicitaties en zo. Je voelt je dan beter. Je komt goed voelen naar huis. Hij zegt die ouders, ja, ik heb gewonnen en zo. En met verlies, hij komt teleurstelling, heb heel die training voor niks gedaan gelijk. Gewoon voor zo 1 partij dat hij verloren is. Hè. Ik vind dat niks, gewoon ik kom daar om te winnen, snap je? En een beetje afmaken, een beetje roon. Roezel, heb jij vragen voor deze toppers? Ik denk dat het een interessante partij worden. Sowieso. Dan zijn er 2 stevige gasten uit ook. Met 2 jaar ervaring als training, hij moet dat wel toch stevig zijn. Dat is goed. Dat is een mooie partij, sowieso. Wat ga jij brengen, Robbe? Wat ga jij brengen in de ring? Wat breng jij in de ring? Wat zijn jouw sterke punten? Gewoon niet stoppen, alles heen. Sterke fysiek? Ja, sowieso. Ja. Ja. Maar je weet ook, publiek wil wat zien. Hè? Publiek wil actie zien, publiek wil de... Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk aan die vechtsport. Hè? Ze willen mooie partijen zien, geen wilde partijen. Dat gaan ze krijgen. Gaan die krijgen? Ja, sowieso. Ah, veel bloed zijn, ja. Kan ook. Ja, maar daarom gaat het uiteindelijk over. Hè. Mensen betalen slecht, hè, want ik hoor, hè, slecht €27 voor binnen te komen. Maar ze krijgen wel 20 toppartijen te zien. Allee, jullie moeten er een toppartij van maken. Mm-hmm. Hè, dus ja, mensen willen inderdaad actie zien. Hè. Hoe is jouw voorbereiding geweest? Goed. Alles soepel gewoon. Ja. Hoeveel keer per week train je misschien? Iedere dag. Elke dag? Doe naar BJJ en Roeselaar. En ja, iedere dag. En heb je genoeg energie? Ja, sowieso. Amai. Hoe oud ben je? 19. 19. Amai. Heb je geen vriendin dan? Nee. Ah, dat is... Zeker niet. En studeren? Net van school. Net van school. Oké. Okay. En vraag je, waarom doe je BJJ? Wil je MMA doen? Ja, met tijd. Zo graag, alles met tijd, maar... Ik zou wel graag MMA. Dus je wil ook in de toekomst wel MMA ook doen? Ja, zeker. Want als je volgende event of zo, hebben nog veel MMA vechten? Ja, we zien wel wat er. Want zijn de meeste dat
Bij ons komen zijn allemaal kickboxers. Hè. Ik vind dat een beetje. Er zijn heel weinig in MMA. Dat is bijna. Dat is niet zo populair hier in België. Meest MMA-vechters, maar nu zijn de minst van dan. Weinig vechters voor MMA. Ja, dat bedoel ik. Hè. MMA is heel slecht hier in België. En daarom. In de toekomst, TTT, moet dat dan veranderen, dat dat meer ook... Allee. Met de toekomst, alles met een tijd. Ja. Is je alleen. Maar je weet dat je hebt twee kansen om de selectiepartijen door te gaan. Ja. Dus je moet ofwel winnen eerste. Ja, moet winnen. Kan niet verliezen. Kan niet verliezen. Ja, Sir, wie is jouw voorbeeld in de ring? Mijn voorbeeld? Ja, wie is jouw, van wie ben je fan? Van welke stijl hou je? Wat mogen we verwachten aan u? Wat mogen we verwachten? Ik ga sowieso niet achteruit. Ik vecht vooruit. En ja, ik ga 100% geven. Ik ga niet opgeven. Ik geef alles in de ring. Ik ga niet zonder stoppen naar achter. Wat denkt u als je naar hem kijkt? Denk je dat dat gemakkelijke partijen zijn? Of? Nee, ça va. Ik zeg... Ik onderschat niemand, maar allez, ik verwacht zeker iets, snap je? Ik ga niet voor niks naar daar komen ofzo. Maar je traint elke dag, hè, en je weet als je een sparen moet doen met iemand van de club. Dat is heel anders dan in de ring, ja. Maar we zien wel. Ik hoop dat een goede. Wat is je voorspelling? Alsjeblieft. Wat is je voorspelling? Een voorspelling. K.O. Puntje. Ik hoop het wel, ik kom zeggen. Ik zeg, we zien wel. We gaan zien wat dat heeft. En wat denken jullie, wat gaat die persconferentie voor jullie geven? Jullie zitten nu hier en jullie hebben meer drukte nu, dat denk ik. Want gewone wedstrijden, dat is normaal, maar zoals wij nu organiseren, ik denk het dat ze... Dat is iets nieuws, dat is spannend. Sowieso spannend. Ja, dit gaat gedeeld worden, hè? Dit gaat op YouTube komen. Op YouTube kanaal komen. Dit gaat gedeeld worden, ja. Sowieso merci dat ik hier dat is een nieuwe ervaring om dat te doen. Okay. En het is heel leuk, natuurlijk. Oké. Okay. Ik kan eigenlijk niet wachten voor die partij te zien. Ik zie dat nu al in de ogen van die jongens. Daar zit vuur in. Sowieso. Ja, die willen al nu in de kooi. Ja. Ah, voilà, wij hebben achter ons nog een kooi. Als iemand wil niet meer wachten tot 25 september, welkom. Dan gaan wij hier direct organiseren. Nee, daar heb ik je. Goed. Goed, face-to-face. Oh la la. Yeah. Trek je naar de camera. De boxhouding. Oké, gaan we doorgaan met onze interviews en met onze face-off. En de volgende jongens die ik naar voren loop is van Black Panthers, Alejandro Vermeulen. Hey. En van Championship Boom is dat Sofian Meroen. Hey. Gewichtsklasse 63 kilo. Ja. Goed. Sofian, ik zou zeggen, stel jou eens voor. Ja, dus ik ben Sofian Meroen, 18 jaar. Ik woon in Dendermonde, train in Antwerpen in Boom. En, ja, ik ben klaar voor te vechten eigenlijk. U woont in Dendermonde en u rijdt naar Antwerpen Boom? Ja. Wauw. Hoeveel keer per week? Dat is 2 keer in de week en dan train ik op een andere plaats. Dat is dan in Zeelen. En waarom nu zo ver? Omdat, ja, ik vind die coach goed en ik heb respect voor hem, hij heeft respect voor mij en we trainen samen goed. Maar, dus je hebt er wel wat voor over? Ja. Hoe lang doe je dat al, kickboksen? Het is nu mijn derde jaar. Derde jaar. Hoeveel partijen heb je al gedraaid? 4 partijen. Goed. En? Goed succes gehaald? Nog niet zo echt eigenlijk, nee. Ah. Oké, maar daar ga je nu verandering in brengen. Ja, dat is waar. Okay. Kijk eens naar je tegenstander, wat denk je? Schat hem eens in.
Ik heb geleerd dat ik niemand moet onderschatten tijdens een partij. Dus ja. Waarom? Je kunt nooit weten wat hij eigenlijk echt doet tijdens het vechten, snap je? Je weet dat nooit. Ja. Dus je moet nooit iemand onderschatten. Alejandro, en jij? Vertel eens wat over jezelf. Over je... Ik ben Alejandro Vermeulen, ik ben 16 jaar. Ik woon in Sint-Niklaas, train bij Black Panthers Gym. Ja. En ja. Wat is jouw ervaring? Ik heb een jeugdpartijtje gedaan. Ja. 2 jaar geleden, nog voor de corona. Ja. En die was ik verloren op punten. Ja. Dat was ook het toernooi toen, dat was verloren. Dus ja, een nederlaag, maar ik kom er terug bovenop. Ja. Dus nu eigenlijk je eerste nieuweling, als ja. 16 jaar. Ja, als 16 jaar. En wat denk je? Ben je geen niet achteruit gaan? Of, Ik ga gewoon alles geven en knallen. Ja. Als dat de eerste ronde is, pak ik die de eerste ronde. Dat tweede, ja. Tweede, derde. Ja. Ik ga gewoon alles geven. Ja, ja. Met kan, hè? Als dat kan, waarom niet? Ja. Hoeveel jaar train je al, Alejandro? 4-5 jaartjes. Oh, oké. Goed. Maar 4-5 jaartjes zijn echt intensief voor partijen. 3. Ja. 3 jaar. Okay. En dan heeft corona toch ook wel ook bij jou veel roet in het eten gegooid? Nee, want ik ben gewoon blijven trainen tijdens corona. Maar geen wedstrijden kunnen maar hebben. Maar ja, spijt, je moet geen ervaring meer kunnen oplopen. Ja. Okay. En was dat moeilijk? Tijdens de corona trainen? Ja, dat was niet veel open en zo. Altijd lockdown. Ja. Dat is minder. Oké. Goed. Ruslan? Ja. Schat jij een keer die partij in. Wat denk jij, die jongens? Een lichte gewichtsklasse? Wat doet je stil? Ben je meer bokser of? Van alles een beetje. En jou? Ik heb ze allebei nodig voor te kunnen winnen. Dat is sowieso. Ja. Oké. Okay. Wat denk je van je tegenstander? Je kijkt zo naar hem ook constant zo vies. Nee. Nee. Ik heb daar al nu honger. Ik heb altijd honger. Dus we hebben een mooie kans om 25 september dat te tonen. Want zoals jullie weten, elke van jullie hebben 2 keer kans. Dus voor een grote toernooi. En dat is die tijd. Ja. En zeker nu met die persconferenties dat je organiseert nu elke keer. Meer mensen bekijken en dan worden jullie ook bekend als jullie weten hoe moet jullie zelf weer kopen nog, hè? Ja. Populair, ja. Want uiteindelijk is dat ook wel de bedoeling, dat we de volgende keer als we hier zitten, dat we over de partij kunnen praten die, ja, jullie, ja, inderdaad, die sowieso, jullie gedraaid hebben. Hè? Sowieso. De min- en de pluspunten en dan hopelijk vooruitkijken naar een volgende partij. Ja, hè? Dat is het dat dan. Dat is de bedoeling, ja. En, het einde van het seizoen kunnen we hier misschien met een kampioenschapsbelt zitten ook. Hè? Dat, ja, dat is ook de bedoeling. Komen, ja? Dat gaat ook komen, ja, in de toekomst. Okay. Ja, dus de bedoeling is keihard trainen, denk ik, voor iedereen. Hè? Dat zijn mooie vooruitzichten. Ja. Goed. Brengen jullie veel supporters mee? Is dat... Want dat is toch een groot verschil, denk ik dan, met of zonder supporters vechten? Met of zonder achterban? Hoe bedoelt u daarmee dan juist? Ja, als er niemand is die voor u roept, of er staat daar 50 man uw naam te schrijven, is toch een groot verschil. Ja, dat is waar. Dus ben je moeite dan doen om supporters mee te krijgen? Ik ga mijn best doen. Zoveel mogelijk mensen meepakken. Dat is zo, hè? Dat is zo, hè? Kom je vandaag alleen naar hier? Of, Nee, ik ben met mijn coach gekomen. Ja. Met je coach? Ja. Oké. Goed. Ja, ook Alejandro kijkt ook voor... Je hebt al gevochten, jij ook. Je weet wat dat is als je thuis vecht. Als je zo'n 100 man hun naam loopt te roepen, iedereen van school is daar enzovoort. Dan moet ze proberen naar Gent te krijgen. Hè? Dus coach, last maar een bus in. Ik weet niet wie dat de coach is. Ja. Bussen inlassen, hè? Als steun. Hè? Goed. Meer reclames doen, delen. Dat is je pluspunt. Je kunt dan ons ook bekend maken. Dat is ook de bedoeling, jongens. Ja. Dat is waar. Oké. Okay. Nee, de jongens eerder in de ring gaan spreken dan hier bij ons, Tammerlan. Ja. Ik denk dat er meer vuur in de ring zal zijn als hier. Maar dat is goed, dat is goed. We kijken er naar uit. Goed. Goed, oké. Okay. Face to face. Oh la la.
De volgende twee strijders die we naar voren gaan roepen zijn Hamza Naffi van Champions Gym. En boom. En van United Fighters Gent, Jamshed Ibrahim. Goed jongens, ik denk dat dat de jongens zijn met het lichtste gewicht, 59 kilo. Hè? Dat is lichtgewicht klasse. Ik ga beginnen met de bezoeker, Hamzi. Hoe heb jij je voorbereid? Hoe zie jij de partij? En geef een keer wat meer uitleg over jouw ervaring en zo. Goed, ik heb veel getraind. Ik train ook mijn conditie goed. En het is mijn eerste gevecht, dus ik ga alles geven om te winnen. Goed. Eerste gevecht in kickboksen? Ja, en alles. En hoe lang doe je daar kickboksen? Iets langer dan 2 jaar nu. Langer dan 2 jaar. Oké. Okay. Goed. Top. Jamshed? Ja. Hallo, ik ben Jamshed. En wat moet ik zeggen? Ja, gewoon. Dat is ook jouw eerste partij, denk ik, Jamshed. Ja, Jamshed. Mijn eerste partij. Dat is ook de eerste partij, hè? Ja. Nou. Hoe zijn jouw trainingen geweest? Ja, elke dag hard trainen. Dus, binnen een jaar dat ik train. Ja. Ja, dat is mijn eerste partij. Hoe zie je eerste partij in de ring? Hoe zie je dat? Ja, ik train elke dag. Ik ga gewoon 25 september tonen. Als je tegenstander nu ziet, wat ga je doen? Gaan we kraken met een low kick? Van begin. Van begin? Ja. En jij, wat denk jij als je in de ring gaat gaan? Ja, hetzelfde. Hetzelfde? Ja. Maar dat oorlog. Dat is wel een mooi cadeau, hè? Ja. Want dat is een eerste wedstrijd, een eerste persconferentie. Wauw. Wij kunnen echt... Ik wil gewoon snel klaarmaken, afmaken. Ja, snel afmaken. Ja. Eerste ronde. Gaat hij daar de kans voor hebben? Ik weet het niet. Ik ga alles eraan doen om dat niet te doen. Het is dat. Maar zijn sterke punten. Ja, mijn sterke punten. Je fysiek. Mijn conditie. Conditie. Ja. En goeie bokser. Dus je meer mee? Ja, sterke bok. Oké. Goed. Wie is jouw grote voorbeeld in deze sport? Naar wie kijk je op? Badr Hari en Israel Adesanya. Ja. Het zijn toch altijd dezelfde namen die terugkomen, dat is mooi. Hè? Badr nog, althans, is een beetje slecht in het nieuws geweest. Of veel mensen die hem afvallen, die hem laten vallen. Maar jij niet. Nee. Maar dat is mooi, dat is goed. Echte supporters laten hun favoriet zeker niet vallen. Dat gebeurt niet. Bij jou, Jamshed? Voor mij, ik heb geen kickboxer favoriet, maar wel MMA. Nasrat Akparas. Ja. En ja, vroeger was Khabib, maar ja, het is niet meer in MMA. Doe je liever MMA dan kickboksen? Ja. Toch? Ja. Ben je niet bang dat je in de ring in één keer een MMA move gaat doen? Nee. Spoor. Dat is niks voor u. Nee. Hoe denk je dat jij hem gaat kunnen aanpakken? Als je hem daar juist al een keer gezien, hij is ook groter als u heb ik gezien. Lente maakt niet uit. Maakt niet uit. En hij veel knietjes? Ben je goed in knietjes geven? Ja, en trappen ook dus. Trappen ook. Okay. En weet iemand van je familie dat je een wedstrijd doet? Ja, mijn coach, mijn vader ook. Ja. Oké. Coach en papa tegelijk. Ja, oké, goed dat zo. Dat is hard, hè. Ja. Okay. Dan heb je geen kans. Goed. Dus je moet dan bewijzen dan op je eerste wedstrijd. Ja. Wat zou jij nog bijvoorbeeld willen zeggen tegen de supporters? Hè? Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen komen kijken. Vrienden, bijvoorbeeld, kennis. Die zijn allemaal welkom om het gevecht te komen kijken. En het zal actie krijgen. Ja. Oké. Okay. Jamshed, heb jij nog iets te vertellen voor de supporters of een boodschap voor je tegenstander? Ja. Want jij vecht in Gent, hij woont in Gent. Ja, ik woon dus in Gent. Dus jij vecht thuis. Hè? Dus ja, ik vecht thuis. Ja, hier heb ik niet veel familie, maar wel veel vrienden. Okay. Dus iedereen is welkom. Leuke wedstrijd zijn. Iedereen moet komen. Vrienden van Jamshed moeten komen. Die niet komen, die zijn geen vrienden meer. Die zijn geen echte vrienden. Dat is hetzelfde bij jou. Ja. Van zo ver komen jullie toch niet. Al zijn vrienden moeten komen. Zo is dat. Je moet dat zo verkopen. Want anders zijn jullie geen echte vrienden. Ga zien. Oké, goed. Face off.
Face-to-face. Face-to-face, kom maar jongens. Oelala, direct dicht. Hard trainen, broer. Dat gaat niet makkelijk doen, man. Dat gaat niet makkelijk. Anything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. Jammer genoeg krijgen we ook te vaak te maken met afzeggingen of mensen die geen partij vinden. Tegenstanders die bij het zien van een bepaalde naam of record bellen om te zeggen van ja, mijn vechter gaat niet vechten. Blessures worden soms geveinsd of ja, en zo meer. Ik heb hier een paar jongens bij mij zitten die heel graag partij zouden willen draaien op het gala de 25e nog. Ik ga ze aan jullie voorstellen en deze jongens... Die gaan eigenlijk zelf aan jullie vragen. Die gaan zelf reclame maken voor hun eigen om een tegenstander te vinden. Deze jongens die zeggen wie durft hier tegen mij vechten. Mohamed, het is aan jou. Stel je eigen eens voor. Zeg eens waar je vecht, welke klasse je vecht. En is er een bepaalde tegenstander die je wilt uitdagen? Ik ben Mohamed, ik ben 20 jaar. Ik ben C-klasse vechter. Ik vecht op 77 kilo. Ik daag iedereen uit in die gewichtsklasse die wil vechten. Ja. Daar is camera's. Dus je moet dat daar uitdaging doen aan de mensen die wilt deelnemen in 25 september. Ik zou graag Farouk Hajjaji willen uitdagen van Team Chalouki. Ik heb al eerder tegen hem bevochten. En ik was niet tevreden met de uitslag van de jury's. Dus ik zou opnieuw willen vechten, maar dan hier in Gent, in mijn stad. En de wens meepakken naar huis natuurlijk. Dus als je ready bent, ik ben hier. Ja, ik zou zeggen Farouk, als je dit hoort of ziet, ik zou niet twijfelen. Hè. Dank u Mohamed. Goed, gaan we over naar de andere kant. Vandaag we hebben daar Daniel Addo. Daniel, zijn tegenstander, heeft zo net nog afgezegd. Terwijl wij hier aan onze interviews bezig waren, wegens een blessure opgelopen bij het voetballen. Kan gebeuren, maar ik ga ervan uit dat als je in volle voorbereiding bent voor een wedstrijd, en zeker in C-klasse, dat je voorzichtig bent met voetbalwedstrijdjes te spelen. Voetbal is helemaal iets anders dan kickbox, snap je? Dat hangt niet zo. Je kunt niet voetballen en kickboxen, je moet eerst sport kiezen. Anders kunnen we eerst keer gewoon aan voetballen, toch? Ja, als je zeker bezig voor een wedstrijd, ja. Ik denk dat je wedstrijd wordt, dat kan ook zo zijn, snap je? Ja, dus hierbij, ik wilde iedereen uitdagen die tegen mij wil vechten op 84 kilo MMA. Dus United Fighters Gent. Op 25 september. Is dat uw eerste afzegging of de tweede? Ik heb mijn vorige kamp ook... Nee, ik bedoel voor 25 september. Is dat uw eerste afzegging? Okay. Bij mij is het mijn tweede, alleen mijn derde zelfs, ja. Het is mij ook beu, snap je? Ik wil een tegenstander die wel ballen heeft, snap je, om in de ring te staan. Met... Yeah. Dat moet sowieso je maat uitkomen. Ik denk wel dat België groot genoeg is om tegenstanders te vinden, snap je? Dus tegenstander, C-klasse, dit is mijn eerste wedstrijd. Maakt me niet uit hoeveel wedstrijd ik heb gedaan, zolang het C is, jullie mag komen, snap je? Oké, ik denk dat het duidelijk is. Hè. We hebben nog Rahim bij ons. Rahim is ook op zoek naar een tegenstander. Tegenstander C-klasse op 54 kilogram. Ik ben Rahim, 17 jaar. En 25ste is eerste C-klasse. 54 kilo. Iedereen is wel. Oké, eerste C-klasse ook. De jongen daagt iedereen uit. Hè. Ik denk dat dat wel duidelijk is.
Dus we gaan nog even herhalen. Mohamed, 77 kilogram, C-klasse, iedereen mag komen. Daniel, eerste C-klasse. Daagt ook iedereen uit. C-klassers van welk niveau dan ook. Op 80 kilogram. Rahim, op 54 kilogram. Ook eerste C-klasse, 17 jaar. Bigdar. Bigdar wil een MMA-partij draaien op tussen 84 en 90 kilogram. Zend al jullie aanmeldingen naar TT-team of naar mijn adres driesbervoets@outlook.com. Oké. Okay. Wij willen nogmaals alle sportscholen bedanken voor het sturen van hun vechters hiervoor deel te nemen aan deze persconferentie en face-off. Uiteraard zijn er ook jongens die niet kunnen komen. En we hebben hier twee jongens zitten waarvan hun tegenstander niet kon aanwezig zijn. Die gaan zichzelf ook even voorstellen. Dat is John Jetta van United Fighters Gent. En Maxime Senesal van Boxing Club Menen. Maxime, misschien even met jou beginnen. Jij bent een C-klasse vechter. Vertel eens even over je ervaring en wat je plannen naar de toekomst toe zijn. Ja, mijn plannen zijn gewoon trainen en beter worden. Om zo eigenlijk verder en hoger te gaan. Ja. En dan met tijd zo goed mogelijk te worden. Hoe heb je nieuwelingenpartijen doorgekomen? Drie keer gewonnen, vijf partijen gedraaid, jeugd gedraaid? Ik heb vier partijen gedaan, maar ook eentje in Nederland gedaan. Ja. Vier van gewonnen, twee van verloren. Ja. Ja. En zo dus redelijk vlot naar C-klasse gegaan. Ja. Op hoeveel kilo vecht je? Op 63 kilo. 63 kilo. Je tegenstander is iemand van Lamiro Gym. Heb je een paar woorden voor hem? Wil je iets hem vertellen? Of, Ja, ik vind het jammer dat je vandaag niet aanwezig bent. Hopelijk ben je aanwezig op de wedstrijd en ik heb er een mooie wedstrijd van maken. Oké, mooi. John, aan jou. Je hebt al even mogen wachten hier voor aan het woord te komen. I will talk in English, because yeah. John, background is Australian? I was in Greece. In Greece, yes. He's Albanian. Yeah, Albanian from Greece. Yeah. Yes. You did some fighting in Greece too? Yeah, I have a Taekwondo ITF background. Yes. And now last 8 months I've been training kickboxing. Kickboxing. This will be your first combat? Yeah, first with full the big contact. Guys? Yeah, first full contact. First full contact. John heeft een achtergrond in Taekwondo en zal nu na 8 maanden intensief trainen bij United Fighters Gent zijn eerste partij draaien. Do you have some words for your opponent who's looking right now? I have to say that... You can talk in, to him, huh? He's over there. Like, not showing up, like, just shows how serious he takes this fight. And we're gonna talk there in 25 September. Dat was duidelijk. Ik vind dat zeer, zeer profetische, zeer mooie woorden. Iemand die niet komt opdagen hier voor de voorstelling, voor de persconferentie, die neemt het gevecht op zich ook al niet serieus. Dat is ook de eerste keer dat ik dat hoor. Zeer, very nice words of you. And I think this will tickle your opponent a little bit. So, thank you very much. You can go inside, you can come over here and look into the camera. They can do it, huh? Not face off together. Dus voor jullie tegenstander. Dus voor your opponent. We zitten hier opnieuw bij ons in de zetels met twee toppers. Hè? Rahman Cherchenko en Ramzan Douadev, die iedereen wel zal kennen van zijn laatste overwinning in een Fusion. Die jongens hebben tegenstander voor 25 september, dus dat worden toppartijen. Iedereen zou moeten kunnen komen kijken. Ramzan, heb jij woorden voor je tegenstander? Je hebt de last minute gisteren nog een nieuwe tegenstander gekregen na twee afzeggingen. Ja, ik ben heel blij dat hij het gevecht heeft geaccepteerd. Ja. Want dat is een jongen die in het verleden slechte dingen heeft gezegd en ik moet hem zeker terugpakken, dus hierbij.
Zorg dat je 25 september aanwezig bent, want dat wordt echt vuur. En ik ga niet naar achter gaan. Dus als ik het zo hoor, is het meer dan een gevecht in de ring? Ja, het is een beetje mijn verleden erachter. Ja. Er is veel gezegd geweest, maar... Als ik me niet vergis, is dat trouwens de broer van de jongen die Mohamed uitgedaagd heeft van daar Farouk, straks. Ja. Van Farouk. Ja. Ja. Oké. Okay. Dus Saluki team, jullie worden hier langs alle kanten uitgedaagd. Gaan jullie de uitdaging aan? Dat is de vraag. En dan ga je kickboksen of MMA? Ja, kickboksparty. Okay. Je laatste was de MMA? Ja, de laatste was MMA. Okay. Rahman, ik heb vandaag ook voor jou een tegenstander, of wij, hè, ons team, heeft voor jou een tegenstander kunnen fixen vandaag. Dat is Seth Tieleman van Dendermonde Hawks. Die heeft vandaag toegezegd. De jongen heeft al twee C-partijen gedraaid, maar jij bent klaar. Ik ben klaar, sowieso. Je ziet er klaar uit ik ook. Ik ziet er altijd klaar uit. Ja. Heb jij wat woorden voor je tegenstander? Die spijtig genoeg hier niet aanwezig kon zijn, die is aan het werken. Maar die, ik wil zeggen dat het niet makkelijk gaat zijn tegen mij. Of hij gaat kou of ik ga kou. Een harde partij zijn. Sowieso. Met een harde knokker. Eerste ronde. Eerste ronde, inshallah. Hoe lang doe je dat kickboxing? 10 jaar. 10 jaar? Oh. Wow. En altijd kickboxing? Altijd kickboxing. En kijk je in de toekomst naar MMA misschien? Inshallah. Volgende maand MMA zijn we zeker. Dus ga je beginnen MMA trainen? Ja, inshallah. Okay. Perfect. Maar eerst nog proberen die titel mee te pakken in jouw gewichtsklasse bij TT-team, denk ik. Hè? Daar maak ik geen zorgen voor. 60 kilo, 62 kilogram. Ja, toch. Nog een lekker jaar goed draaien. Ramzan, jij ook? Ja. He, want het is niet makkelijk om nog tegenstanders voor jou te vinden. Je bent een beetje naam aan het maken. He? Ja, okay. Een beetje bekend al. Wat zijn jouw toekomstplannen? Mijn toekomstplannen? Ik laat alles in de handen van mijn trainer. Dat is mooi. Hij wil altijd het beste voor mij, dus ik vertrouw hem er ook op. En wat er moet gebeuren, gaat gebeuren. Dat zijn mooie woorden. Okay. Dan mogen we staan. Face-to-face voor de tegenstanders, wanneer? Ashraf, ik zeg jou, dit keer ben je alleen in de ring. Nu moet je allemaal niet zien. Ja, en dan gaan we nu verder met een van de hoofdpartijen van de avond. Een MMA-partij. Hè? Tussen al dat kickboxgeweld hebben we een MMA-partij. Met twee jongens die er vol voor zullen gaan. We hebben enerzijds Razul Mazikov uit Oostende. En Hamid Safi van United Fighters Gent. Het is een MMA-partij. Veel mensen kijken er naar uit. Ik wil hier toch ook nog even bij zeggen dat... wij op onze volgende events graag meer MMA-partijen willen aanbieden. En dat wij dan ook iedereen die getriggerd is door MMA, trainers, coaches en vechters, dat ze zich kunnen aanmelden om het op te nemen tegen de jongens van coach Ruslan. Want die jongens zijn allemaal erop gebrand om hun MMA-partijen te kunnen draaien. Maar goed, gaan we nu over naar de orde van de dag. We hebben hier twee sterke jongens bij ons zitten. Jongens die keihard getraind hebben, daar ga ik dan toch vanuit, Razul. Vecht jij normaal MMA? Of, Nee. Dat is mijn eerste MMA-partij. Ook je eerste MMA-partij. Ja. Ja. Je hebt een ervaring in kickboksen dan? Ja. K1? Ja. En wat is jouw record daar? Ik was slecht begonnen. Ik sta nu op 3-2. Ja. Drie keer verloren en twee keer gewonnen. Ja, oké, okay. Dus je gaat binnenkort C-partij draaien. Ja, oké. Okay. En waarom dan de keuze voor MMA? Ik vind MMA beter. Ja. Ligt je dan meer? Ja. Weet je, Chains achtergrond, misschien worstelen? Ja,
ook worstelen. Ook. Ja. Een jongens of aan al worstelaar? Lief? Ben je van jongens of aan al worstelaar? Ja, ja. Oh, inderdaad. Oké, okay, goed. Hoe lang heb je geworsteld? Hoe lang heb je geworsteld? Niet lang. Twee jaar. Ja. 2 jaar? Ja. Okay. Ken je je tegenstander? Heb je hem al zien vechten? Ja, ik heb hem zien vechten. Okay. Op zijn Instagram en zo. Ja. En wat kun je zeggen over je tegenstander? Niks. Niks? Dus je voelt hem niet meer? Hoe bedoel je? Ja, zoals tegenstander. Gaat dat gemakkelijk voor jou zijn? Ja, sowieso. Serieus? Ja. En als ik mag vragen, wat? Ga je een eerste ronde afmaken of dat weet ik niks. Je weet het niet. Nee, dat weet ik niet. Dus dat kan ook volledig gevochten zijn, of wel? Ik verwacht sowieso KO. KO? Wat? Ja. Oké. Okay. Dat is mooi. Hamid, we gaan het woordje aan jou eens laten. Het zijn harde woorden van jouw tegenstander al. Ja. Ja, dat zal volk lokken. Zoals ik hoor, KO. We zien inshallah wat gebeurt. Maar ik ben ook daar voorbereid. Ik sta niet voor niks daar. Dus we zien wel of okay. KO of KO terecht. Van waar? Ja. Van waar jouw keuze om MMA te doen, Hamid? Van begin, dat ik begin sporten, ik wil dat graag doen, want dat is een beetje mix van alle sporten. Uh-huh. Daarom ik wil dat altijd graag doen en nu wil ik dat in de ring uitvoeren. Laten we ons even teruggaan naar vorige week op Infusion, waar je een invalpartij doet op de laatste dag dat je opgeroepen wordt. Hè, en dat je daar eigenlijk wint. Hè, voor iedereen was dat wel duidelijk en je krijgt daar nog... Hey, ze geven jou er nog verloren, hoe voelde dat aan? Dat was toch... Ze hebben gezegd dat ik heb verloren, maar mijn team, ik heb een sterke team achter mij, die hebben gezegd dat ik heb niet verloren. Niet dus, alleen jouw team, denk ik. Ik denk dat iedereen dat wel gezien had. Dat is belangrijk voor mij. Ja. Dat is het belangrijkste, wat mijn trainer en mijn team zegt. Ja. Als ze zeggen dat ik heb niet verloren, dat is iets voor mij. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ja. Iedereen heeft dat gezien, hoe het was. Dat heeft jou meer motivatie gegeven. Ja. Ik kan nooit stoppen met zulke dingen. Oké. Ruslan, ik denk dat jij er ook wel wat vragen hebt. Wel, toen ik de MMA-vechter zocht, het waren er eigenlijk niet veel. Het was één die Rassel zei die ik wil vechten. Mm-hmm. En ik zei ja, ik heb jongens, maar ik wil niet in mijn landgenoten zitten. Mm-hmm. Maar hij zei me geen probleem, ze heeft me iemand dat ik ook wedstrijd heb. En ik heb naar hem gebracht. Ik zei, wil je ook tegen hem vechten? Ja, oké. Okay. En ik zei, kijk, als jullie twee willen, is goed. Maar ik zou dat niet willen. Mijn vechten tegen mijn landgenoten. Ja, ja, ja. Want normaal gezien, dat zijn buiten de Tsjechenen vechten niet met elkaar. Mm-hmm. Ze willen niet tegen elkaar vechten. Mm-hmm. En hier is mijn leerling tegen mijn landgenoten. Want ja, Hamid is ook sterk. Dat gaat moeilijk voor jou. Je bent ook goede vechter. Het gaat zeker een bom van een partij zijn. En één raad naar de toeschouwers, moet de sport bij sport houden. Hè? En niet beginnen daar, dat je zo afhangen tegen het chainen, begin daar winnen maken, dus hou je bij sport. Ja. Als dat gevochten wordt, het is gedaan. Hè? We gaan sowieso dus, security. Hier gedaan, wordt daar gedaan, bij sport. Dus je moet niet proberen daar, ik ben het chainen, ik ben erin Mohammed, maar ik ga toch voor mijn landgenoten. Dus gewoon, ofwel ben je neutraal. Of kun je. De beste gaan winnen. Dat zijn heel verstandige woorden van een heel verstandige coach. Hè. Inderdaad, het gaat over de sport. Hè. Wij doen allemaal aan sport. En inderdaad, al het vechten daarbuiten, dat heeft niks met sport te maken. En dat zullen wij ook niet tolereren. Daar zullen ook genoeg security aanwezig zijn en bewaking. En iemand die ook maar over de scheef gaat, die zal de volgende wedstrijden niet meer binnen mogen. Tamerlan, ik denk dat we daar heel duidelijk in zijn, dat niet getolereerd wordt. Oké, jongens, ik denk dat hier niet veel woorden meer moeten aan vuil gemaakt worden. We zijn klaar voor de face-off, standaard face-off. Goed, Tamerlan. Een beetje dichter komen. Hè. One move, one dance, one shot, one chance, one move, one good.
Onze volgende twee vechters die we gaan voorstellen is een partij die net nog maar vandaag gematcht geweest is. Is een partij op 72 kilogram, nieuwelingenpartij. En dat is van Oostende, ook weer Sohrab Malekzada. En van United Fighters Gent nodigen we Ahmed Shamil uit. Ik denk dat we hier twee jongens voor ons hebben zitten die ook klaar zijn voor de strijd. Ze hebben mij dat allebei al laten weten. Ze zijn echte soldaten. Ik ga misschien beginnen met de bezoeker. Sohrab, vertel eens wat over jezelf, over je sterke, over je kwaliteiten en over wat je doel is in de sport. Ik ben Sohrab, ik ben 16 jaar oud. Het is mijn eerste nieuwelingpartij. En ik ben sterk op mijn handen, ja. Mijn voeten minder, maar we werken hard. Mm-hmm. En, mijn doel is om de ultieme hoogtepunt te bereiken van kickboksen. Mm-hmm. Dus al met hard werken gaan we het bereiken. Inshallah. En hoe lang bezig je met kickboksen? Vijf jaar. Maar, vijf jaar? Ik ben eventjes gestopt omdat ik knieoperatie moest doen. Okay. En nu zijn we terug hard bezig. En hoe lang zijn je bezig sinds dat je operatie had? Drie jaar. Ja. Heb je eerst wat jeugdpartijen dan gedraaid, min 16 jaar? Ja, vijf jeugdpartijen. Oh, ja. Ik sta op een record van vier gewonnen, één gedisqualificeerd. Ja. Oei. Taart sloeg. Dus een knock-out gaan, en dat mag niet. Ah. Ja. Ik heb ook gehoord van je coach dat je over laatst bij het sparring iemand van 35 KO hebt geslagen op de training. Ja, gebeurt soms. Ja. Gebeurt soms. Gebeurt. Ja. Okay. Dus je bent klaar voor... Ja, ik ben zeker klaar. Voor de oorlog? Ja, zeker weten. Okay. En wat denk je over onze persconferentie? Ja, ik vind het wel goed gedaan, hoor. Ja, ja, zeker. Is dat zo beter als je ziet voor je... Ja, zeker. Je tegenstander? Kijk, een beetje inschatten en zo. Is wel goed. Chillen. Ja, zeker. Ahmed Shamil. Ja. Nu staan jou. Vertel ook eens iets over jezelf, over wat je al bereikt hebt en wat je nog wilt bereiken in deze mooie sport. Ik ben Ahmed Shamil, Tjechen, 20 jaar. En, ik heb al ook een keer kickboxpartij gedraaid, 2 jaar geleden. Had ik ook gewonnen. En nu zo lang geleden heb ik ook MMA partij gedraaid. Ja, bij een mooie organisatie toch, hè? Was ja, dat? Ja, versus MMA was het. Ja, versus MMA. Het was nog mooie gehaald ook. Ja. En ja, nu, TNM, ga ik een keer een goede oorlog zetten. Maar ik weet niet, we zullen zien wat ik kan. Ja. Voorspelling? Voorspellingen? Gameplan. Ah, gameplan, ik weet niet. We zullen zien. Ik weet het echt niet. Maar zo zijn niet op punten. Nou, zo zijn niet op. Nee, beloof je dat? Ik beloof het. Hoe lang doe je al ook kickboxing? Laten we zeggen, 4 jaar. 4 jaar, ja. Allebei? En mama, wat later. Later. Ja, maar vroeger, ik trainde wel, trainde niet, net dit, dat weet je wel. Dus nu ga je MMA en kickbox vechten nu? Ja, aan beide. Oké, okay. En hoeveel partijen heb je al gedaan? Ja, totaal 2, dat is mijn derde. Dat is jouw derde. Ja. Dus jullie weten dat jullie hebben 2 keer kans om kwalificatiewedstrijden door te gaan. Maar ja. Stel maar voor, als iemand van jullie verliest in deze partij, natuurlijk de volgende partij gaat tegen iemand anders, niet tegen... Maar ja, in de toekomst misschien ja. Als we... Ik kan me voorstellen, hij komt ook van hetzelfde team als Russell, die MMA wedstrijd heeft. Misschien als ze alle 2 akkoord aan. Maakt nu uit wie wint die wedstrijd van kickbox. Kunnen ze misschien volgende keer MMA met elkaar doen. Doe jij ook MMA? Ik heb geen achtergrond in MMA. Nu momenteel ben ik ook niet geïnteresseerd in MMA. Ah, okay. Ik ben nog een beetje te jong. Ja. Ik moet die wortel een beetje beter maken. Ja. En mijn ma nog lang niet, 3-4 jaar misschien in de toekomst. Ja. Nu heb ik geen interesse in. Wil je echt focussen op, op de kickbox? Eerst alles halen in de kickboxwereld. Ja. En dan zullen we wel zien of
UFC misschien in de toekomst. Maar we gaan eerst beginnen bij het TT-team. Word hier champion? Misschien kan je champion worden bij het TT-team, inderdaad. Misschien. Okay. Maar dat niet slechter dan bij UFC ook. We zijn aan het groeien, dat is onze eerste persconferentie, eerste gala. Maar dan gaan we echt groeien. Dus succes. Dankjewel. Champion, voor jou is het een... Het is een thuiswedstrijd hè, in Gent. Ik ga ervan uit dat er ook een hele schare supporters gaan meekomen. Heb je een idee hoeveel supporters je achter je hebt? Dat je zegt van... Dat je naar je supporters team. Te zeggen. Hè? Ja. Huh? Zo ze hier met team komt, dat weet ik. Ja. Laten we zeggen nog 20 personen, 30 personen van mijn kant. Ja. Sowieso aanwezig. Dat is mooi. Ik denk dat de promotor dat ook graag hoort. Ja, natuurlijk. Dan gaan we een volle sportarena hebben. Ja. Heb jij ook wel supporters achter jou, Sorab? Na deze fight misschien hoop ik van sluiten op een spectaculaire manier win. Ja. Dan, maar ik denk dat we nu ook al met wat foto's en zo, dat je heel wat kan posten. Hè? Ja. Heel wat vrienden kan gek maken van... En breng ze maar mee. Hè. Ja, zeker. Een bus vanuit Oostende naar hier inleggen, dat zal ook wel lukken, zeker? Ja, inderdaad. Goed zo. Ik denk dat het tijd is voor... De volgende soldaten die hier bij ons gaan komen en geïnterviewd worden, zijn twee jongens die meer dan klaar zijn voor hun partij te draaien. Dat is Azuzi Elias. Elias komt ook van boxingclub Menen. En we hebben Islam Ilyasov van United Fighters Gent. Jullie hebben lang gewacht om bij ons in de zetel te komen. Ik heb dat gezien. Islam, we gaan uit beleefdheid beginnen met, zoals altijd, met de bezoekers. Elias, stel jezelf eens voor. Ik ben Elias, 24 jaar. En dit is de eerste partij dat ik ga doen in kickboxing. Ja. Voor welke stad bent u? Menen. Menen? Ja. Okay. Ja. Goed. Hoe lang doet u al kickboksen? Van waar de interesse om toch... Allee, 25 jaar is toch al... Nu doe ik al ongeveer 2 jaar kickboksen. Ja. Daarvoor deed ik taekwondo. Ja. En 6 jaar. 6 jaar taekwondo? 6 jaar taekwondo. Ja. Oké. Okay. Goed. Dus je hebt wel wat ervaring in vechtsport. Ja. Heb je wedstrijden taekwondo ook gedaan? Ja. En wat is het record daar? Ik ben tot Belgisch kampioenschap. Tot Belgisch kampioenschap? Ja. Ja. Mooi. Dus je bent Belgisch kampioen geweest in taekwondo? Taekwondo, ja. Ja. Mooi. Waarom ben je gestopt? Om toch de overzet te doen, kickboxing wat meer. Omdat kickboxing meer bekender is. Ja. Hebben wij jou in de media gezien, Elias? Kan dat? Belgisch kampioenschap of ben ik verkeerd? Nee. Denk het nog. Nee. En wat was dat? Hoe oud was je dan als je Belgisch kampioen was? Ik was toen 22. Oh, maar dat is toch mooi? Of 21 jaar. Hij heeft officieel titel Belgisch kampioen taekwondo. Ja. Dat is wel applaus waard, hè, jongens. Kom maar. Dat is mooi. Top. Top. We hebben eerste kampioen hier. Hè? Ja, een kampioen is goed. Doen, tuurlijk, kickboksen is een totaal andere discipline. Hè? En dat heb je waarschijnlijk ook al wel gemerkt. Maar dat taekwondo vooral met de benen werken, is de dekking altijd laag is. Allee, dat denk ik dan toch als ik dat zie. Geen lage trappen, alleen hoge trappen. Ja, maar de dekking is vaak, de handen zijn vaak beneden. Ja, inderdaad. Ja, het is dat. Mooi. Is dat moeilijk geweest van taekwondo overstappen naar kickbox? Een beetje. Het is een andere stand en andere positie moet je nemen. Een beetje vooral de dekking omhoog toch ook, denk ik dan. Inderdaad. Is dat jouw eigen mening of iemand die gezegd dat moet je... Want hier heb je al bij ons kampioenschap, dus je moet daar iets anders. Het
is een beetje wat ik gehoord heb en ook wat ik zelf ondervonden heb. Oké. Okay. Ja. Ja. Goed. Islam, met deze woorden te horen, wat zegt u dat? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ja, en na deze partij, win of verlies maakt niet uit. Als die wil, kunnen we ook een partij MMA draaien. Dat is geen probleem voor mij. Ja. Dus je dacht hem ook uit voor MMA te draaien? Als die wilt. Oké. Wat zijn jouw sterke punten, Islam, in het kickboksen? Mijn sterke punten, dat jullie al 25 te zien. Ja. Waar ik goed in ben. Ja. Geheim, hè? Ja, geheim. Ja. Hoe lang train je al kickboks? Kickboks, ik weet niet precies, bijna 2 jaar of zo. Ja. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Als mijn trainer zegt dat ik er klaar voor ben, dan vertrouw ik hem wel in zijn woord eigenlijk. Ja. Als jij klaar voor MMA ook, is dat betekent dat je kickbox en MMA samen doet? Ja. Ik dacht eigenlijk om deze partij 25e MMA te draaien, maar er was geen tegenstander. Dus heb ik een kickboxpartij aangenomen. Ja. Dat is ook mijn eerste kickboxpartij. Ja. Dat is mooi, dan hebben jullie vechten al bij jullie eerste kickboxpartij. Ja, dat is heel jammer dat hier in België MMA is heel zwak op deze bak. Echt waar. Want eigenlijk de bedoeling was dat er bijna alle wedstrijden waren MMA. Maar wanneer? Nu? Of 50-50 op zijn minst. Ja. Dat was meestal. Was de bedoeling dat de meeste partijen dus MMA doorgaan. Er waren zeker meer dan 10 die MMA-wedstrijden wilden doen, maar helaas geen wedstrijd, geen tegenstanders, gewoon alleen maar eentje. En bij hem is gewoon basis worstelaar en die wil liever MMA doen. Ik zei, uw strijk is ook goed. We gaan kickboxen, want dat heb ik ook nodig voor MMA. Ja. Als je later toch MMA-wedstrijd gaat doen, heb je beter kickboxpartij draaien dan geen kickboxpartij. Ja. En wacht tot je MMA-partij hebt. Ja. Dus beter niet stilstaan, maar plaats dat je stilstaat op één plaats. Ik heb veel zoveel vechters die als geen MMA-partij hebben. Maar kijk, ik heb één vraag. Kijk, we zijn nu bezig met kickbox en MMA, hè? In het TTT-team. Stel maar een woord, die gaat nu met kickbox vechten en dan de kwalificatie, je begint met kickbox, die wint, stel maar die wint, die gaat door, die moet dan blijven dan bij kickbox, hè? Ja, maar ik kan. Als ik kan de twee doen, hè? Als die plaats tussen heeft. Hiernaast heb ik dan een vraag, gaat dat dan niet moeilijk zijn? Nee. Als je met één gewichtklasse staat, met voor je gordel te winnen. En dan begin je ook al MMA doen, is toch eigenlijk dezelfde sport, maar gewoon in MMA mag je nog worstelen ook. En dat zijn, ik kom maar worstelen. Want om even daarover verder te praten, worstelen, je doet al van kleins af aan worstelen, al heel veel wedstrijden worstelen gedraaid. Dat is in principe een beetje hetzelfde of taekwondo gedaan, hè? Heel veel wedstrijden gedaan. Kan je daar iets meer over vertellen? Want je hebt over in verschillende landen gevochten, verschillende gewichtsklassen, Islam. Ja, ik heb verschillende gewichtsklassen, ja, tuurlijk, want ik ben sinds 7 jaar deed ik dat. Ja. Heb ik dat 11 jaar lang gedaan, dus vorig jaar ben ik ermee gestopt. Heb ik heel veel verschillende gewichtsklassen gedaan, maar heel veel partijen ook gevochten. Ja, heel veel partijen gedaan. Ja. Worstelen? Ja. In Duitsland, Frankrijk, België, een beetje eigenlijk overal. Ja. Ook titel gewonnen, ook een paar kampioenschappen gewonnen. Dat dacht ik al, hè? Ja. Ja, dat is ook een applaus waard, hè? Dus je bent het gewoon van op de mat op de ring te staan, je bent het gewoon van wedstrijden te draaien. Want dat hoor ik toch vaak van mensen, ik heb het ook zelf meegemaakt, alleen Roezel daarover spreekt. Dus de eerste wedstrijden, dat neemt heel veel energie, hè? Maar dat ga jij niet hebben. Ik vermoed jou ook niet, omdat je ook gewoon bent van. Of is dat, geeft dat toch een bepaalde stress, omdat de eerste keer iets anders is? Ja, als je na een lange tijd geen partij te draaien hebt, opnieuw erin gaat, dan heb je dat wel een beetje. Ja. Maar het is niet echt dat ik hier zit te stressen of zo. Ja. En kregen jullie nu meer indruk maar op basis van persconferentie? Ja, dat zorgt wel voor een beetje druk, maar. Niet erg ofzo. Nee? Ja. Dus. Ik zag dat jullie op minst 70 vochten, is dat nog altijd zo? Ben je aan je gewicht? Ja. Wat weeg jij nu? 70. 70 kilo. Perfect. Dus. Op 70 kilo. Ja. Oké.
Weet zo, jij bijna al je gewicht ook? Bijna, ja. 100%. Goed zo, jongens. Dat is mooi. Ik denk dat we hier ook een hele mooie partij gaan te zien krijgen. Zeker. Tussen die twee strijders hier. Ja. Wil je nog iets tegen elkaar zeggen? Wees gewoon klaar voor de partij. Inshallah. Inshallah. Hey, hey, hey. Dan moeten we nu zien een face-to-face dan, hè? De volgende jongens die bij ons in de fauteuil zitten, in de zetel zitten, zijn twee vechters die, waarvan hun tegenstander vandaag hier op de persconferentie niet kon aanwezig zijn. En één jongen die gebrand is om zijn topdebuut in MMA opnieuw aan iedereen te laten zien, vooral in Gent. Ik ga het jullie even voorstellen. Aan mijn rechterzijde heb je hier Ismaël Bouzerda, een beginnende C-klasser. Ismaël vecht tegen Mirza Said van Leuven, van Kimé Leuven. Ik heb hier Kiani de Grave. Kiani vecht even, ik moet even spieken. Vecht tegen Nicola Rijns. Ik heb daar straks jammer genoeg een berichtje gekregen van de coach van Nicola dat zijn auto in pannen stond. Oei. Dus die kon er niet aanwezig zijn. Ook eerste partij voor jou, Kiani? Of, Het is nu mijn derde partij. Derde partij, derde nieuwelingenpartij. En dan hebben we Ibrahim Barzakuyev, die hier ook aanwezig is. En zijn eerste MMA-partij een aantal weken geleden gedraaid heeft. Ook in versus MMA, als ik me niet vergis. En daar een heel mooie partij gedraaid. En, gewonnen met choke. Met TKO. TKO, yes, technisch knockout. Dus. Ik kan vooral de jongens zelf eerst een keer aan het woord laten en dan misschien dat Tamerlan ook nog wat vragen heeft. Ismaël, heb jij woorden voor je tegenstander? Daar is de camera. Ik hoop gewoon dat mijn tegenstander aanwezig zal zijn, 25e. En we gaan wel zien wat er gaat gebeuren. Ja. Ik moet er wel bij zeggen, ze hebben elkaar al ontmoet in Waver, vorige week of twee weken geleden. En die jongen, eerlijk, die zag dat zitten. Dus die zullen wel aanwezig zijn. Dus maar ik hoop daar ook op een mooie C-partij. Kiani, voor jou? Ja, ik heb wel iets te zeggen. Nicola, vandaag kan je auto in pannen staan. Maar de 25 staat dat niet lukken. Ik hoop op prachtige zet. Ik ben er klaar voor. Het is een belangrijke wedstrijd voor mij. Voor naar de C-klasse te gaan. Dus bereid u goed voor. Dus, heel mooi worden. Ibrahim, ik zou zeggen. De camera is voor jou. Je mag een uitdaging doen. Of, Ik heb momenteel een tegenstander. Maar hierbij dat ik elke vechter uit het België om in mijn ring te gaan. Wie dat is, maakt niet uit. Zolang ik de publiek kan laten zien dat ik in de ring ga laten slapen. Ik ben er klaar voor, ik ben ervoor voorbereid. Mijn beste trainer kan je alles bereiken. Dus, mooi. Inshallah, 25. Zeg nog even je gewicht, Ibrahim. Mijn gewicht was van 70 tot 75. Dus. En dat is MMA dan? Ja, MMA. Iedereen. Ik denk dat we een keer voor de camera kunnen. En we gaan
verder met de voorstelling van de jongens die op 25 september in Sportarena Tolhuis het beste van zichzelf gaan geven. Fighters die keihard aan het trainen zijn, die hun kop ervoor gaan leggen. Ik heb hier aan mijn linkerzijde heb ik Youssef Bouzerda en Mohamed Adouyev. Youssef zal zijn laatste nieuwelingenpartij draaien voordat hij C-klasse kan worden. En Mohamed gaat zijn eerste C-partij draaien, na lang niet gedraaid te hebben. Jongens, hun tegenstander zijn hier ook niet aanwezig. We gaan Youssef eens aan het woord laten. Links heb ik Ilyas. Ali Kadjiev. Ja, soms inderdaad in namen in mijn mond. Maar goed, deze jongen is erop gebrand om zijn eerste MMA-partij te draaien. We vallen misschien in herhaling. Maar we willen het toch maar benadrukken dat we MMA-tegenstanders zoeken. MMA-tegenstanders die het willen opnemen tegen onze jongens van United Fighters Gent. Ik ga misschien met jou beginnen, Ilyas. Stel jezelf eens voor. Mijn naam is Ilyas Ali Kadjiev. Ik doe bijna 2 jaar MMA en ik zoek tegenstander van 70 kilo tot 75 kilo. Van 70 tot 75 kilo? Ja. Ja. Oké. Okay. En dat is ook MMA? Ja. Oké. Okay. Hoe lang doe je MMA? Bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. En daarvoor? Daarvoor ik deed worstelen. Worstelen? Ja. Hoeveel jaar? Ik had eerst 2 jaar gedaan, dan ik was 2 jaar gestopt, dan ik deed weer 2 jaar, dan nu ik doe weer al 2 jaar MMA. Mm-hmm. Ja. Okay. Dan ben je klaar voor, want ja, MMA is toch, je moet toch van veel meer markten thuis zijn. Hoe is je staande gevecht? Staand, ik ben aan het oefenen en ik heb 2 jaar hard getraind daarvoor. Ja. En zal goed gaan, ik sta ready. Ja. En je begint direct als amateur? Ja, direct. Of, ja, oké. Okay. Mm-hmm. Voorbeeld van je vriend Ibrahim volgen. Ja. Inshallah. Inshallah. Oké. Okay. Dat is mooi. Twee jongens hier aan onze linkerzijde zijn ervaren vechters. Hè, jongens die al heel wat knokpartijen op hun konto hebben staan. Wijselijk houden ze het nu binnen in de ring. En hopelijk kunnen ze wat mooie prestaties neerzetten. Youssef. Het is aan jou. Vertel hem. Jammer dat je niet bent gekomen, maar geen probleem. Ik hoop dat je blijft als je daar bent. Ik hoop dat je niet afzegt, want ik kan niet verliezen, ik kan RC. Dus wees daar alsjeblieft. Mo, het platform hier is aan jou, het podium is aan jou. Die camera's kijken naar u. Uw tegenstander? Mijn tegenstander is vandaag ook niet komen opdagen. Maar de 25e verwacht ik hem in de ring. Dan verwacht ik een knap partij. Ja. En het zal geen 3 rondes duren. Oeh. 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 Ja. Misschien er toch nog even bij vermelden dat de tegenstander van Mo vandaag in Duitsland zit om voor kwalificaties voor het Europees kampioenschap Muay Thai. Dus die jongen zal ook wel van wat markten thuis zijn. Schrikt hij dan niet af, Mo? Nee. Ben je klaar? Natuurlijk. Ik ben ook Europees kampioen. Nederlands kampioen. Ja. Ik sta mij niet weg. Nee, oké. Okay. En wat is uw doel nu? Opnieuw kampioen worden bij TT? Ja, dat is mijn doel om kampioen te worden bij TT-team. Top. Perfect. Zo moet dat zijn. Jij vecht op 65 kilo? Ik vecht op 65 kilo. Youssef is nog een keer als 80 kilo, dat is al bij de grote jongens, hè, bij de zwaardere jongens. Hè. En 75 kilo. Je hebt de uitdaging gehoord en de tegenstanders van Youssef en van Mo laten jullie zien de 25e. We verwachten jullie. Hè? Yes. Oké. Volgende inzet. De volgende
jongens die uitgenodigd zijn bij ons in de fauteuil, Tamerlan, zijn toch wel wat jongens waar ik wat van verwacht. Hè? Jongens die lang aan het wachten zijn om hun eerste partij te draaien. Of één jongen die lang aan het wachten is om zijn eerste partij te draaien. Een ander die terugkeert na 2 jaar afwezigheid in de ring. En die opnieuw zijn C-klasse partij gaat draaien. En dan heb ik ook een jongen hier die iedereen wil uitdagen. Ook weer voor die MMA-partij. Ik ga met hem beginnen. Dawood Ahmadi, stel jezelf eens voor. En daar is de camera. En, ja. Mijn naam is Dawood Ahmadi. Ik train al 2 jaar MMA en ik wil echt graag MMA vechten. Ja, ik dacht iedereen uit van 63 kilo, 61 kilo of 65 kilo. Het maakt niet uit. Tot ik in MMA fighten. Ja. Ja. Oké. En waarom kies je voor MMA en niet voor kickboksen? Nee, goed. Ik vind die mama veel leuker dan kickbox. Ja. En je kan ook op grond werken, stand-up, je kan ook grappling en alles. Oké. Okay. Dat is gelijk. Straatgevecht. Straatgevecht, ja. Nee, niet zo, maar ja, zoiets. Ja. Beetje meer gevarieerd. Ja. Oké. Okay. Goed. Dus jongens van 63. Hoe oud ben jij, David? Ik ben 18. 18 jaar. Jongens van 63 kilo MMA die beginnen een MMA-partij willen draaien met Dawood. Meld jullie aan bij United Fighters. En dan kijken we voor 23 oktober voor die partij te regelen. Inderdaad, goed gehoord. Hè, buiten 25 september hebben we op 23 oktober een tweede gala. Is er in januari een derde en in mei volgend jaar een vierde. Die nu al vaststaan. Dus, maar wel, we gaan proberen november, december ook organiseren. Ja, maar dat hangt van jullie af, supporters. Kom in massa kijken. Hoe meer mensen komen kijken, hoe meer mensen onze pagina's liken, hoe meer mensen YouTube-kanaal gaan bekijken. Alle info gaat op onze YouTube-kanaal, op onze sociale media zoals Facebook, Instagram. Dus hoe mogelijk, via alle kanten, onze volgen en supporten alle onze vechters. Hè. Want inderdaad. We verwachten heel veel toeschouwers in Sportarena Tolhuis, nogmaals 25 september. Ik ga nu even over terug verder naar de vechters. Hè. Ik ga beginnen met een jongen die toch al een tijdje traint, denk ik. Mehmet Ali, Celik. 21 jaar. Stel jezelf eens voor in de camera. Ik ben Mehmet Ali, 21 jaar. Ik doe deze sport al 4 jaar. Ik wacht al lang op een tegenstander. En eindelijk hebben we een tegenstander gevonden, maar die niet. Komt op dan hier. Hoogt wel voor op 25 september. En ik kan niet meer wachten voor het eerste. Ja. En hij gaat vechten voor kickbox. Ja. Bij Metali, je vecht tegen Safi Munir van Team Bushido's. Team Bushido's is toch een redelijk bekend kickboxteam. Dat schrikt je niet af. Geen enkel probleem. Ik wacht iedereen op mijn gewicht. Oké. Okay. Het is mijn eerste partij. Maar ik wil het niet zo laat. En ik wil verder groeien. Met het team UFG. En dat is mijn doel eigenlijk. Nou, mooi. Mooi woorden. Dan hebben we nog Hirselt. Hirselt Evzuku heeft heel wat ervaring in de kickboksen. Heel wat partijen gewonnen in zijn nieuwelingen. Ook een aantal C-partijen gedraaid. Maar toch even uit de running geweest, Hirselt. Hoe kwam dat? Motivatie kwijt? Of, Ja, ik had een beetje motivatie. Ik had geen motivatie. Ik had een beetje druk ook met werken en zo. Daarmee was ik even gestopt. Ja. Dan door mensen uit de buurt die de hele tijd partijtjes hebben gedraaid, kreeg ik ook meer motivatie om me gewoon terug te binden. Ja. Ja, daarom ben nu, ik maak een comeback en ik zie het echt zitten. Ja. Ik ben zeer gemotiveerd. Hard getraind. Ik wacht gewoon tot 25e om te knallen. Ja. Okay. Ja, dat is wel duidelijk, denk ik. Goed, ik denk dat alles daarmee gezegd geweest is. Tamerlan, heb jij nog vragen? Nee, eerlijk gezegd, al die vragen is. We horen een vak. We zijn al bezig met de tickets te verkopen sinds van 3 september.
En tot nu toe zijn wel veel en veel mensen sturen, sms'en, bellen om te vragen hoe kunnen we die tickets kopen. Die alle info over de tickets staat op onze social media, Instagram, TT-team, twee keer streep van onder, MMA. Dus daar staat van onder, helemaal van onder van de pagina, de link. Via de link kan jullie de tickets bestellen, ofwel QR-code te scannen. Maar ik heb gehoord hier en daar dat er zijn mensen beloofd dat die gaan binnen week, binnen twee weken tickets gaan kopen. Maar pas op, wij hebben een beperkte aantal mensen mogen maar ontvangen op onze event. Als jullie bijvoorbeeld dezelfde moment begint het ticket te bestellen en de beperkt komt limiet dat we mogen ontvangen, dan hebben jullie pech. Ja. Dus dan gaan jullie niet meer, dat is bijvoorbeeld iemand van de club supporters gaan zijn, maar die andere gaat pech, die gaat geen ticketten meer kan kopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat alle tickets al verkocht zijn met de online. Hè? Dus als iedereen erop rekent om aan de deur te gaan kopen, waar het ook trouwens duurder is. Ja, ja, want op de duur is altijd duurder. Dus op de duur kan ook verkocht worden, maar dat is ook te zien hoeveel mensen zitten al binnen. Ja. Binnenkort worden er affiches opgehangen ook overal. Ja. Daar staan de QR-codes nog eens op. Maar goed. Ik denk dat we nog heel wat reclame gaan maken. Er gaan nog heel wat reclame jullie richting uitkomen. Samen met deze video's. Ik denk dat er ook hier in deze video nu, terwijl ik hier wijs, hieronder een link gaat komen. Of een QR-code die jullie gaan kunnen scannen. Dus, oké. We hebben een hele mooie namiddag gehad met heel veel jongens die het allemaal zien zitten om te vechten. Allemaal strijders, soldaten. Dus die zijn allemaal klaar voor de 25e. 20 toppartijen gaan we te zien krijgen. En jongens, om in de gaten te houden en om te blijven volgen. Tamerlan, ik denk dat, dat we daarmee rond zijn. Hè? Zeker. Goed. Oké. Bedankt voor iedereen en tot volgende keer. Hè. Tot volgende keer allemaal. Ciao.